you and see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, then baby. Best wel vroeg nog. Ik ga het zo op zo'n tempo koffie drinken. Dat zou wel komen. Positief tijd. Ja. Ik dacht dat ik een vakantie tussen daarvoor was vandaag. Het is gewoon zondagochtend. Een beetje straks zo. Dat komt goed. Gewoon positief tijd blijven. Gewoon positief blijven. Dus gaan we doen. Ja. Hallo lieve mensen. Een beetje wel komen. Jojo. Ik dacht nu al een nieuwe kans mensen. Helemaal top. Lieve mensen. Ik heb een beetje ruzie gehad met mijn ouders. Dat was niet zo leuk, daarom begon ik gisteren. En de ochtend ook niet heel leuk begonnen. Dus ik geef veel commentaar. En ja, ik vind het lastig om hier gewoon het hele weekend te blijven. Tenminste, deze kerstdagen ga ik het beste maken. En ik wil je allemaal een hele goede dag te wensen. En ik ga van mij terug worden. Jullie. Welkom de mensen. Jullie. Lieve mensen, ik ga lekker even zwak. Ik ga even tanden poetsen, toch gebeuren. Ik heb iets meer positiviteit en beter en zo. Yo. Goedemorgen lieve mensen. Welkom terug bij deze nieuwe speciale video in mijn dagvlog. Ik heb een paar dingen niet zo leuk gisteravond en vanochtend. Gelukkig is het al een beetje bijgedraaid. En gelukkig heb ik nou een andere douche aan gedaan, een ander broek aan. Zie ik iets net eruit. Doe ik er overheen, zodat het juist een beetje netjes ben. En ga een mooie dag van maken. Dus positiviteit. Yo. Ik ga zo meteen mijn telefoon opladen leggen zodat die vanmiddag opgeladen is als terug zijn. 10:10 vertrekken naar de kerk, dus dat is helemaal nice. Voor de rest ook eigenlijk positief. Dus. Ik heb heel slecht geslapen eigenlijk. En vanochtend toen ik iets lang doorgeslapen heb, korter wakker, werd ik beter fitter. En ik heb net ontbeten met mijn ouders, dat was al ontbijt, dat was wel lekker op zich. Lekkere kerstbroodjes op. Kerstdom, 3 broodjes en 2 wel koffie. Dus dat is wel lekker. Een lekker vakantie is ook belangrijk. Maar nog 1 avond nog hier slapen. Morgen is maandag natuurlijk. En ook weer kerst. Ook hartstikke nice. En ja, laat het gewoon iets positief zijn. Kun je allemaal een hele fijne kerst toe wensen. Met je dierbare of je vriend of vriendin. Ik heb de keuze om privé situatie privé te houden. Gewoon niet zo over te zeggen tegen mijn familie of tegen wie dan ook. Want ik heb daar geen toestemming over en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dus. Anders zeggen, ik was vannacht heel vroeg wakker, vanochtend ook heel vroeg wakker, dus ik heb een paar dingetjes gepost op internet en ook hele heftige, maar ook positieve dingen. En ik ga klaarmaken voor de kerk en zo en ik ga even live Insta. Dus yo. 5 golden rings, 4 calling birds, 3 friends, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas my true. Mensen zijn buiten zijn bijgetraind, gaan ze eten met familie. Buiten zijn netjes bijgetraind, kijk maar hoe netjes. Vader netjes gedaan. Tanden poetst en de dienst was mooi. En iemand af hier, maatjes, de telefoon. En nu lekker eens gaan, even wat te letten op, even chillen. Positiviteit, joe. 5 golden rings, 4 calling birds, 3 friends, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true. Mensen, mag ik jullie eten? Kijk eens, hartstikke nice. Hartstikke lekker. Gaan we maar eten, heerlijk. Stek eruit, helemaal toppie. Joejoe. Kijk eens mensen, hoe lekker. Wat een leven. Zal ik even mensen. Eens kijken, helemaal top. Joejoe. Mensen, hier lekker warme chocomelletje voor moeder gegeven. Laat ze ingepakt. Hè? Dus ze zit tegen de kast. Oh, sorry. Ja, ik ben niet meer wakker. Sorry. Foutje. Kijk, slaap mensen. Ik was goed moe. We hebben een gezellige avond gehad. Geen niet kijken dan meer. Ik zie je als we volgende morgen of volgende dag voor een avondroutine. Oké, mensen. Je ziet hier achter mij de tekst Emmanuel. God zelf is met ons. Hoor je dat? Zo heet die tekst. We hebben een hele gezellige, leuke avond gehad. Ik wil dan ook voor jullie allemaal natuurlijk een fijne kerst toe wensen. Dank voor het kijken van deze dagvlog.
Ik heb een leuke mededeling. Mijn ouders gaan komen vrijdag bij mijn woning. Komen ze koffie drinken, toch? Ja. Ja. Ze komen daarin praten wat er gebeurde. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. We kunnen uitslapen en morgen gaan de beamdienst kijken. Hartstikke leuk natuurlijk. Uitslapen is heel belangrijk, want dat daar rust je lekker vanuit. En ben ik fit. Dus dat is hartstikke positief. Dus, we hebben heerlijk gecomment. Dat was verzadigd. Dat was heerlijk. We hebben echt de bulk. Dat was echt gezellig. En toen zouden we thuis de schatten. Ik lag op de bank met mijn ene hand en mijn broer zijn hand vast. En ik was diep in slaap. En ik hoorde mijn zusje zeggen van, hij slaapt met zijn mond open. Ik heb filmpjes te kijken. Dat de mensen op het hoofd gingen staan. Dat ze gingen draaien. En dat ze gingen filmen een breakdance moves. En laat ik het leuke ervan zeggen. Ik ging toen we best wel veel gegeten hadden. Ik ook nog eens breakdance. Ik een paar breakdance moves laten zien. En ik heb mijn broer een hele flinke klap gegeven. Dat is voor de grap eigenlijk. Maar... Dus ik ken mijn eigen kracht niet. Dus dat was wel positief. Dus ik kom zo hier naartoe. Vaal vuurtje aan stoken. Vergeet het eigenlijk dan meer. Heel veel mensen die het kijken. Deze komende vakantievlogs. En zie je later. Zie je volgende dag wel weer. Goed gedaan. Pull up.